Vorige week in deze Kamer hadden we een mooi debat over de politieke beschouwingen. En wat waren we blij. 500 miljoen euro werd er beschikbaar gesteld om de salarissen voor alle docenten die werken in het basisonderwijs te verhogen. 500 miljoen. Dus hetzelfde bedrag wat de baas van Blackstone per jaar aan salaris krijgt. En het is dit grote investeringsvehikel dat zich op de Nederlandse markt begeeft om huizen op te kopen. Inmiddels al, ik geloof, meer dan 1700 huizen. En zodra ze die huizen hebben, dan worden de eisen voor de huurders opgeschroefd. Gaan de huren fors omhoog. De afgelopen jaren hebben zij eraan bijgedragen dat in Nederland de huren met 35% zijn gestegen. En wat blijkt? Ze komen niet hier alleen maar omdat het hier zo fijn is. Ze komen hier gefaciliteerd door de Belastingdienst. Er zijn belastingafspraken gemaakt, rulings, zoals ze dat in het jargon noemen. En voorzitter, ik vind dat dat niet kan. Dat zijn wetten gemaakt hier door de Tweede Kamer. Ik knok er al zolang ik in de Tweede Kamer zit, knok ik daartegen, tegen deze praktijk. En we moeten volgende stappen zetten. En daarom heb ik een aantal vragen aan de staatssecretaris van Financiën. Is er contact geweest tussen Blackstone en de Belastingdienst? En is er een ruling gemaakt? En zo ja, als deze ruling er is, dan wil ik graag dat deze openbaar wordt gemaakt. En wat is de relevante economische relatie van Blackstone met Nederland? En graag zou ik een overzicht willen hoeveel rulings er überhaupt zijn gemaakt met dit soort grote investeringsvehikels uit het buitenland die hier op de Nederlandse markt komen om huizen op te kopen. Dat mag anoniem, maar ik wil wel graag het totaal weten van het aantal bedrijven dat hier bezig is. En hoe kijkt deze staatssecretaris terug op de oproep van minister Blok in het buitenland? Hij ging naar beurzen in Singapore om te zeggen, kom ons vastgoed opkopen, we zorgen ervoor dat de prijzen kunnen stijgen. Hoe kijkt hij daar naar? En tot slot, is er contact geweest van het Netherlands Foreign Investment Agency met Blackstone? En hebben zij geholpen om Blackstone hier in Nederland een flitsende start te geven? Dank u wel. Het woord is aan de staatssecretaris van Financiën. Ja, voorzitter, ik zal zittend antwoorden. Ik heb last van mijn rug. Ik hoop dat niet kwaliteit belemmert van de antwoorden. Dank voor de vragen. Laat ik beginnen met te zeggen tegen de heer Klaver dat zijn strijd de mijne is. Dit kabinet werkt heel hard aan belastingontwijking. We proberen tegen te gaan en doet ze op heel veel terreinen. Er is vorige week nog een maatregel genomen met medewerking, dacht ik, van de heer Klaver, die althans ondersteund door de heer Klaver. Wanneer het gaat om de earnings stripping, de aftrekbaarheid van vreemd vermogen, is een van de rentekosten van vreemd vermogen, een van de middelen die Blackstone gebruikt om deze constructie mogelijk te maken. Dus we proberen daar ontzettend veel aan te doen. We proberen dat nationaal te doen. Implementatie van ATAD, de Europese richtlijn, is strenger geweest in Nederland. Er is een bronbelasting op rente en royalty ingevoerd. Aanstaande donderdag zou ik een debat hebben over de bronbelasting op dividenden. Maar de Kamer is daar zo voor dat die afgehamerd zal worden. Kortom, dit kabinet doet daar ontzettend veel aan. En al die zaken spelen een rol in dit dossier. Internationaal, dat weet de heer Klaver ook, doet het kabinet nog meer. En doet internationaal veel meer. De OESO is bezig aan het aanpakken van de winst, de lage winstparadijzen in de wereld. U heeft ook gezien in het plaatje over deze case dat dat ook weer een rol speelt. Het geld wordt weggesluist naar, ik dacht, Cayman-eilanden in dit geval, volgens de Volkskrant. Kortom, een heel scala aan maatregelen. En ik denk dat dit kabinet een waterscheiding heeft gemaakt met de kabinetten voor waar het gaat om het aanpakken van belastingontwijking. Ik ben daar persoonlijk ook zeer voor gemotiveerd. Heer Klaver, hoe kijkt u aan tegen de oproep van minister Blok? Misschien mag ik eerst zeggen hoe ik aankijk tegen belastingontwijking voordat ik naar minister Blok toe ga. Kijk, die belastingontwijking, waarom is dat nou zo'n probleem? Die belastingontwijking is een groot probleem omdat het uiteindelijk de belastingmoraal in dit land ondergraaft. En daarmee het feit dat gewone mensen belasting moeten betalen. En er zijn heel veel mensen die daar in de Kamer steeds aandacht voor hebben gevraagd. Heer Onsil, mevrouw Leijten, in alle debatten die we hebben gehad over de Belastingdienst. En ze hebben daarin gelijk. Dus laat ik daarmee beginnen dat te zeggen. Nu even terug naar deze zaak. De heer Klaver weet ook, er is artikel 67a weer, dat ik over de zaak zelf niks mag zeggen. Dat is ook een goede democratische gewoonte. Tenzij de Kamer dat zou willen veranderen, maar moet de wet veranderd worden. Want dat zou betekenen dat ik allerlei dingen over individuele bedrijven en personen kan gaan melden hier. En dat kan niet op dit moment de bedoeling zijn volgens de wet. Maar de heer Klaver stelde een aantal vragen waar ik wel antwoorden op kan geven. En dat zal ik ook graag doen. Hele specifieke. Ik zal zo spoedig mogelijk aan de Kamer proberen te melden welke rulings er zijn. Geanonimiseerd, dat vroeg hij namelijk. Wanneer het gaat om financiële beleggingsinstellingen. Daar hebben we het hier denk ik over. Dus ik zal daar verslag van doen.
U weet misschien dat er al een onderzoek gaande is naar het gedrag van financiële beleggingsinstellingen. Als wij daarin zouden tegenkomen, breder dat dit gedrag breder voortkomt, en dat zou zomaar kunnen, zullen we ook weer maatregelen nemen naar aanleiding van dat onderzoek. Dus dat op die vraag. Dan vroeg hij, hoe kijkt u nou politiek aan tegen de oproep van minister Blok? De heer Klaver weet dat volkshuisvesting niet mijn eerste verantwoordelijkheid is, maar de fiscaliteit. Maar vanuit volkshuisvestingsperspectief kun je natuurlijk vragen stellen bij het gedrag van beleggers op de woningmarkt. Beleggers op de woningmarkt, daar kun je wat aan hebben. Als ze de woningvoorraad uitbreiden, als ze zorgen voor nieuwbouw. Maar als zij er alleen maar zijn om geld te verdienen en dat vervolgens weg te sluizen naar belastingparadijzen, dan zijn de heer Klaver en ik het denk ik eens dat dat ongewenst is. Ik zie aan de gebarentaal dat ik veel te lang antwoord geef. Maar... Nou. Dus u heeft alle vragen netjes beantwoord, dus dat is ook belangrijk. Dan geef ik het woord weer aan de heer Klaver. Voorzitter, ik was even bang door de lange inleiding dat er geen antwoord zou komen op de vragen, maar toch blij in ieder geval met de één toezegging. Over dat we inzicht krijgen in de vastgoedopkopers en welke rulings daar zijn. Maar op één punt, kijk, ik doe dit nu al best een tijdje. En sinds 2010 vecht ik hier tegen belastingontwijking in deze Kamer. En ik heb zo vaak hier tegenover uw voorgangers gestaan nadat werd gezegd, artikel 67, wij kunnen geen informatie geven over rulings. Maar dat is niet helemaal waar. Ik heb hier gestaan over Starbucks, het duurde anderhalf jaar, maar uiteindelijk is die ruling openbaar geworden. De ruling van Hunkemuller is openbaar geworden. De ruling van Nike, van Converse, zijn allemaal openbaar geworden. Dus het kan wel degelijk. Dus ik zou het nogmaals willen vragen, de wet geeft namelijk ook de ruimte om in voorkomende gevallen af te wijken van de regel dat het geheim moet blijven. En ik wil graag dat de staatssecretaris daarvan gebruik maakt. Ik zou graag willen dat hij daar nog op in zou gaan. En dan nog even over de earnings stripping maatregel. Ook vorige week hier, tijdens de politieke beschouwingen, hebben we het daarover gehad. Hartstikke mooi, maar even voor de goede orde, die is niet afgeschaft. We gaan van 30% naar 20%. Dus nog steeds kan van deze maatregel gebruik worden gemaakt. En dat is nog steeds zeer lucratief voor organisaties, voor bedrijven zoals Blackstone. En eigenlijk is mijn vraag, mag ik uit het pleidooi van de staatssecretaris opmaken, dat hij ook zegt, die resterende 20%, die moeten we eigenlijk dit najaar ook nog aanpakken. Het woord is aan de staatssecretaris. Voorzitter, twee heel verschillende vragen. De eerste is de vraag, kun je de ruling openbaar maken? Ik denk dat het antwoord daarop is nee. Ik kan dat niet zomaar doen. De voorbeelden die de heer Klaver geeft, en hij gaf als voorbeeld de zaak van Hunkemuller, waar wel degelijk uiteindelijk door de Hoge Raad gewezen is dat daar sprake was van fraudeleges, dus misbruik van de wet. Die kon openbaar worden gemaakt. Ik wil wel nagaan en ik hoor aan hem dat hij dat wenst. Wat ik wel en niet kan doen in individuele gevallen, maar ik probeer daar de verwachting te managen. De heer Klaver weet dat wij in juni, iedere juni brengen wij een rapportage uit geanonimiseerd over alle rulings die er überhaupt zijn. Dus dat is in ieder geval, maar dat wordt geanonimiseerd gedaan. Hij vraagt iets anders. Dus ik zal daar nagaan, maar ik wil daar de verwachtingen managen. De tweede vraag gaat over de earnings stripping. Dat is interessant. Ik ben een groot voorstander ervan om de aftrek van vermogenskosten, of dat nou rente of eigen vermogen is, gelijk te behandelen. Dat doen we op dit moment niet. En dat doen we niet omdat de meeste landen om ons heen dat niet doen. Als wij dat wel zouden gaan doen, leidt dat tot mogelijk problemen in de concurrentiepositie van Nederland. Zware problemen. Dat gezegd zijnd, die earnings stripping maatregel die wij nu nemen, dus de aftrekbaarheid van de rentekosten van vreemd vermogen, is in mijn ogen van 30% naar 20%. Ik dacht de heer Omtzigt dat vorige week in het debat zei. Hij gebruikte niet die woorden, ik gebruik mijn woorden, maar aan de ruige kant. Dat is een stevige maatregel waarbij we veel verder gaan dan veel andere landen doen. De Europese maatstaf is 30%. Wij zijn nu naar 20. Dus als zijn voorstel is, zullen we helemaal naar nul gaan. Dat is eigenlijk heel raar, want het is normaal dat je de kosten van het vermogen aantrekken kunt aftrekken. Dus dat zou zowel voor vreemd vermogen als eigen vermogen moeten gelden. Waar ik wel toe bereid ben, wat ik ook wel wil toezeggen, en er komt, dacht ik binnenkort, een rapport naar de Kamer, of dat is al naar de Kamer toe, is dat ik nader ga kijken of ik de aftrekbaarheid van vreemd vermogen en eigen vermogen, de kosten daarvan, meer gelijk kan trekken, zodat ook dit soort praktijken weer minder lucratief worden. Ja, voorzitter, aan de heer Klaver. Voorzitter, ook daarvoor dank. Ik denk dat dat een hele belangrijke stap is. Ja, ik blijf er toch bij. Uiteindelijk waar we nu staan en dat Blackstone gebruik kan maken van al dit soort constructies, dat komt door 20 jaar doelbewust politiek beleid. En de politiek heeft gewild dat dit soort bedrijven naar Nederland zouden komen. De VVD voorop.
En dat is echt problematisch. Daar moeten we echt korte metten mee maken. Ik vind dat ook, ik ben blij met de toezegging dat de staatssecretaris gaat kijken of deze ruling toch niet openbaar gemaakt kan worden, op basis van wat ik eerder heb aangegeven. Maar ik vind het niet genoeg. En dat betekent dat ik vind dat we ook als Kamer het initiatief naar ons toe moeten trekken. En daarom zullen wij het voorstel doen om Blackstone hier in de Tweede Kamer uit te nodigen. Want er is geen enkele wet die hen belemmert om te komen vertellen over welke afspraken hier liggen. En als ze zo stoer zijn om huurders uit te kleden hier in Nederland, moeten ze ook zo stoer zijn om hier in de Tweede Kamer zich te durven verantwoorden over het parasitaire gedrag dat zij vertonen. Dank u wel.